U bent wel schuldig, maar geen straf, want dat is nou eenmaal het gedoogbeleid. Ja, dan zit hij toch ergens niet helemaal lekker. Nou ja, ik neem even kennis van die uitspraak van de rechtbank in Groningen. Dat vonnis moeten bestuderen. De rechter zegt inderdaad, als je gedoogt dat er verkocht wordt, dan is de implicatie ook dat er gekweekt moet worden. Ja, anders werkt het niet. Zo is dat. Men zegt een gedoogbeleid, de voordeur staat open, dus de achterdeur moet ook open. Dat zegt de rechter. Ik ga niet in de casuïstiek van de rechtbank Groningen trekken. Nee, want hij zet u een beetje voor het blok natuurlijk. Nee, helemaal niet. Ik vind dit een mooie doorbraak. We zullen wachten of het Openbaar Ministerie nog in hoger beroep gaat. En of dan de uitspraak stand houdt. Deze mensen hadden het keurig georganiseerd, maar zijn eigenlijk niet crimineel. Kijk even naar Brabant en Limburg en de onveiligheid voor de coffeeshops. En daar is dit geen oplossing voor. Echt niet? Absoluut, nee.